Zes technische studenten spelen de hoofdrol in de nieuwe reality-serie Campus Eindhoven, die vanaf 9 maart te zien is bij Omroep Brabant. En deze nieuwe televisieserie moet een einde maken aan het vooroordeel dat mensen hebben over technische studenten. Die zouden saai, blokkerig en nerderig zijn. We gaan even kijken met z'n drietjes. In Campus Eindhoven worden 6 technische studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Hogescholen op de voet gevolgd. Tijdens het college kan ik in elk geval dingen opschrijven, dus ik zal waarschijnlijk beter wakker blijven. Nou, ik kan het heel goed vinden met Ilona en dat is ook wel leuk. Daar, zij doet ook de TU. Je bent natuurlijk het visitekaartje van de TU, eigenlijk. Vanaf 9 maart is Campus Eindhoven elke week te zien op Omroep Brabant. Aan tafel Jacqueline van Erp, directeur Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen in Eindhoven. Welkom. En Ilona den Hartog, je bent 21 jaar, studeert biomedische technologie aan de TU in Eindhoven. Ja, je neemt nu al meteen het vooroordeel weg, want ze zijn sowieso sexy, die studenten techniek. Maar waarom werk je mee aan deze serie? Ja, ik vind het belangrijk dat de toekomstige studenten dat die, ja, zich goed kunnen oriënteren op welke studies er allemaal zijn en wat je allemaal kunt doen. En ik vind het ook belangrijk om te weten wat er te doen is naast je studie. Het is niet alleen maar in de boeken zitten, maar het is veel meer dan dat. En je kunt je op zoveel gebieden ontwikkelen tijdens je studie. En ik vind het belangrijk om dat te laten zien. En voor jou? Voor ons is het belangrijk om techniek in de volle breedte te laten zien. Zodat studenten die gaan kiezen zien dat techniek niet iets is alleen voor nerds. Maar dat je juist, als je een technische opleiding hebt gedaan, een leuke studietijd hebt en ook een leuk beroep gaat uitoefenen. Biomedische technologie, even heel kort, wat is dat? Ja, biomedische technologie is eigenlijk kijken naar de mens vanuit de techniek. En proberen om met behulp van nieuwe innovaties en nieuwe technieken de medische zorg eigenlijk beter te maken. Wat was de aanleiding dat jij koos voor deze studie? De aanleiding om deze studie te gaan doen was, ik ben heel geïnteresseerd in zowel de techniek als de mens. En bij biomedische technologie wordt dat gecombineerd. Je bekijkt alle technische dingen bekijk je vanuit de mens. En je kunt het dus ook eigenlijk best wel goed toepassen in de praktijk voor je gevoel. Je kunt het heel erg in de werkelijkheid zien waar je naartoe gaat en je bent heel realistisch bezig. En dat is wat het heel leuk maakt, vind ik. Maar ben je opgevoed met techniek vanuit je ouderlijk huis? Want dat helpt ook vaak, hè, om tot een dergelijke keuze te komen. Nou, een beetje wel. Mijn vader die heeft een opleiding gehad tot automonteur. En ik ben zelf, doe ik al heel lang wielrennen. En ik moest mijn fiets van mijn vader helemaal zelf kunnen maken als er iets stuk was. En daar krijg je wel een beetje feeling voor die techniek eigenlijk. In de Financial Times stond dat het hart van de high-tech regio Brainport is de toekomst om in te investeren voor bedrijven. Ja. En dan denk ik meteen, ja, maar dan moeten er dus ook wel genoeg gekwalificeerde mensen rondlopen. Ja, dat klopt. Dus we weten nu eigenlijk al dat ze rond 2016 er zo'n 155.000 tekorten zullen zijn aan hoogopgeleide technisch personeel. Dat betekent dat we heel erg hard moeten werken als TU en Fontys om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk instroom is in onze technische opleidingen. Zodat we goede professionals op de arbeidsmarkt kunnen brengen. Maar dat gaat niet vanzelf. Want dat is dus vanzelf. Net het probleem. Nee. Wat wij doen, onder andere met deze serie, wat we doen is we laten techniek in de volle breedte zien. En we laten ook zien dat techniek een interessante toepassing heeft. En door die toepassingen maken het eigenlijk interessant. Is televisie zo'n krachtig medium dat je denkt dat je het hiermee kunt doorbreken? Dat hier echt mensen gaan kiezen voor studie techniek? Nou, ik denk wel dat tegenwoordig gaat veel meer gaat via social media en via tv. En de filmpjes komen ook op YouTube, dus mensen kunnen het later nog eens bekijken. En ik denk wel dat doordat veel mensen hun informatie halen van internet. Dus veel toekomstige studenten kijken op internet van welke studie wil ik gaan doen, waar zou ik heen willen. En met de serie laten we ze wel de studies, zeg maar, als het studentenleven daaromheen laten we zien. En ik denk in Eindhoven dat ze het goed op orde hebben. Hoeveel meisjes lopen er nu rond bij jullie op Fontys? Het hangt een beetje af van de opleiding waar je naar kijkt. Maar als je bij onze opleiding kijkt, Applied Sciences, dan is het ongeveer 40%. Dat is het meeste aantal meisjes. Als je bij engineering kijkt, bij mechatronica, dan zie je er enkele per klas. Dus heel weinig. Gaat het lukken om ze daarnaartoe te trekken? Dit is een van de dingen die helpt. Verder heb je natuurlijk social media, dus het gaat op de lange duur lukken. Ik denk ook vanwege het aantrekkelijke perspectief. Ja, dankjewel voor het gesprek en heel veel succes en plezier. Ja, graag gedaan.